mensen, welkom weer bij de nieuwe video. Dit is Let's Go Pokémon Let's Go Eevee nummer 3. We zijn nog steeds in Diglett tunnel. We gaan nu deze Paris vangen. 3, 2, 1. Zoals je vorige keer hebt gehoord, we gaan het nu dus zo doen dat we stukjes video opnemen. Nou, eigenlijk één lange video en die delen we dan in meerdere stukken. Dit is dan deel 2 van die video die we de vorige keer hebben opgenomen. En ja. Hoi. Dus nu gaan we weer verder in Mount Moon uit mijn hoofd. Dit is de Mount Moon. Of is het Diglett? Dit is Mount Moon, hè? Ja, maar de Diglett tunnel is echt zo. De Diglett tunnel is echt gewoon één lijn. Dit is niet één lijn. Maar die gaat vanaf de ene kant van de map naar de andere kant. Ja, niet heel ver hoor. Maar heel ver. Een Diglett tunnel zo. En daar lopen alleen maar Diglett. Ja, en de trails. Hé, hey, wie is dit doen? Ik doe even koekje te eten. Deze was het weg. Wil die trap naar beneden gaan? Nog even. Moet deze guy bellen of gaan we omlopen? Omlopen. Nee, dan moet ik wel met hem bellen. Dan moet je echt bellen. Moet je met deze battelen? Nou, ik wil het spelen. Oh, natuurlijk. Hoeveel Pokémon zijn deze? Enke. Deze hebben we echt niet. Oh, hij heeft een run. Zie je hem niet vaak. Dat zijn twee en een grinder. Wij hebben de twee Pokémon's. Onze grinder is wel al over 10. Wij hebben de twee Pokémon's waar het op is gericht. Ja. En jij moet afvallen. Oh, dank je. Nou, doe maar doen. Zoveel damage. Ja, het gaat niet leuk. En die grammar is nog best sterk. Ja. Ja, dat is een hele manier. Dat doet natuurlijk wel heel erg. Heel mooi zijn. Ah, ik heb hem al. Maar één keer aan kunnen vallen. En net heb ik maar nul keer kunnen vallen. De volgende keer. Kunnen ze hem weer opgebellen? Hé, we krijgen 3 Pokéballs en 400 Pokémon. Wat is dat? Pokémon. Wat is dat? Pokéball. Oh. Je hoort het wel een beetje in de naam Money. Als het betekent goud. Ja, zoiets. En we drinken pakken. Oeh, die wordt gevaarlijk voor mij. Moeten we eigenlijk even in één zet kapot hebben. Dus jij gaat gewoon tackle doen, oké? Ik doe quick attack, jij doet tackle. Oké. Ja. Nou, doe maar quick attack, dat is de onderste. Dit is fighting en dat is sterk tegen normaal. En mijn Eevee is normaal. En minus? Oh, ik heb hem al. En wat is minus? Jo, is electric. Dus minus is niet normaal. Jo, is niet normaal. Maar dan normaal. En wat heel grappig is in deze ding, deze Pokémon game. Ja. Je kan je start Pokémon niet evolueren. Dus ik heb nou een Eevee en die kan niet evolueren. En al vang je een nieuwe Eevee, dan kan die wel evolueren. Raar, en ik heb hem. Weet dat je die ook even kan evolueren? Heb ik. Ripple! Yay! Ik weet niet meer wat het is. Ik zag net een trap staan naar beneden. Net lontjes ging, waar het net zat, was dat. Achter mij.
Nee. En je spant vanzelf in. Deze trap. Sanja's net loopt hij pas door een trap. Ja, we moeten hun nog te volgen. Kom maar. Kind, zie me niet. Hij ziet me. En dan kunnen we daarna achter, daar achter lopen. Loopt hij gewoon door. Dit is het team van route 1. Dit zijn allemaal andere kinderen. Ja. En dit is niet hetzelfde team. Oh. Is deze van deze route? Er zijn er meer in. Is je hebt Sentry. Die heb je vaak. Die heb ik Kirk Attack. Quick Attack, niet Kirk. Quick Attack. Dat is toch Double Kick, man? Gast, ik kan wel een beetje normaal kijken, hoor. Ik heb hem nog niet in één hit. De Pikachu is het van. Beedrill is over 11. Volgens mij hebben we hem nog verslagen. Hmm. Ja. Kaas en koekjes. Dus jij lust er geen eigenlijk. Ja, maar zo wel. En we hebben weer een Pokémon aan. Een Juloot en een Kwee. En meneer. En een Spanish. En hier een trap. Een Pearl. Misschien zijn ze wel deze trap. Een Pearl. Nou, daar gaan we. Weet jij er ook naar de route? Waarom duurt het zo lang eerder van mijn broek? Ja. Waar gooi je hem met 2 seconden later pas komt die bal? Ja. Oké, 3-2. Ja, aanbaden. 3-2. Einde. En als je een excellent gooit, dan zit je meestal niet in. Dat is echt Pokémon Let's Go, Lolita. Dat je niet in zit bij een excellent. Ja. Iedereen is level up, behalve Nidoran. Dan is hij... Nu is het level uppie. Hij wil double team leren, dat is zoveel sterker. Hè? Ja. Hij doet geen damage. Ik heb heel die moves gewoon nog gelezen. Bellsprout is trouwens al wittig. Pita doet daar nou echt niks. Pikachu door een double team. Bellsprout al 14. Pita al 12. Pikachu al 15. Wingertijd, dat is sterk. Voor een Pikachu. Heeft die best wel een goede aanval. Nou, dan heb ik echt combo van 2. Tjoe. Moeten we niet meer stoppen? Hier is de meld weer. Doe niet juist.